Yo mensen, welkom bij PokéNTSNL en dit is een speciale uitzending voor jullie omdat er vandaag bekend is geworden dat de nieuwe games uitkomen van Pokémon en dat zijn de remakes van Ruby en Sapphire. Ik ben ontzettend blij met deze nieuws, want ik wacht al heel lang voor deze games die opnieuw gemaakt worden. Deze games komen voor de 3DS en voordat ik verder ga, laten we even naar de echte trailer kijken van deze games. Zoals je hebt gezien, hele vette games. Ze heten Omega Ruby en Alpha Sapphire. Ik ben ontzettend blij met deze nieuws, want mijn favoriete generation was de Generation 3 van Emerald, Ruby en Sapphire. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dit uit gaat zien in 3D, samen met alle mega-evoluties die erbij komen kijken. Natuurlijk, de eerste mega-evolutie was al bekend van de drie starters van die generatie, die Blaziken mega-evolutie. Maar nu wordt er ook natuurlijk gespeculeerd over de rest van de starters met de mega-evoluties. En dat zijn natuurlijk de Sceptile, Mega Sceptile, zoals je hier op het plaatje kan zien. En de Mega Swampert. Ik ben benieuwd wat er allemaal bekend gaat worden de komende maanden, de komende dagen, misschien de komende weken. Ik ga jullie op de hoogte houden. En laat in de comments natuurlijk achter wat jullie daarvan vinden. Wat jullie van deze game vinden. En gaan jullie hem pre-orderen? Want wij gaan dat zeker doen. En ik zeg bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. En tot de volgende keer.